De bedliegerige Kenneth Herdigijn kreeg op woensdag 13 oktober ook bezoek van 1 voor 12. Roscoe Vismalle bracht deze chronisch zieke man, die wij in onze vorige uitzendingen hebben belicht, een financiële ondersteuning. En dit geld is afkomstig van donateur Ruel de Rijn. Hij kreeg ook een sling, dat is een draagdoek, ter ondersteuning van zijn gekwetste arm. Verder ook incontinentiemateriaal als aanvulling op zijn voorraad. Kijk en luistert u maar mee. We bevinden ons wederom bij meneer Herdigijn. We hebben, zoals meneer Herdigijn ons heeft gevraagd, een sling gebracht voor meneer Herdigijn. En we hebben ook een financiële ondersteuning van een meneer, donateur, Ruel de Rijp. Dat ga ik aan u overhandigen. Persoonlijk moest ik het namens Ruel de Rijp aan u geven. En ook het wat hij nodig had, alstublieft. We hebben een doos voor u gebracht met alleen maar pampers van verschillende donateurs. Dus ik denk dat u zeker een maand lang geen pampers meer hoeft te kopen. Dus dit alles van onze donateurs. Dankjewel, heel hartelijk. Het is een hele grote hulp. Ik doe mijn uiterste best. Het gaat een heel klein beetje. Laten we hopen dat die hulp snel komt, dat u zo snel mogelijk naar huis Asiana of ja, sowieso ergens waar u het beter kan genieten. Ja, dat hoop ik ook, maar ik wist wel dat ik morgen al koffie heb, want zo lukt het niet.